is Farai en ik ben een game-YouTuber. Ik ben ongeveer begonnen met gamen toen ik 8 was en toen begon ik met Ratchet & Clank spelen. Je bent dan een alien en dan moet je allemaal dingen kapot maken en zo. En dat vond ik altijd wel leuk. En dat speelde ik veel met mijn broer. Later ging ik wel wat meer Call of Duty spelen. En uiteindelijk werd dat Battlefield weer en toen kwam ik uiteindelijk bij Star Wars uit en dat doe ik nu. Nou, ik merkte dat ik goed was, of nou beter in ieder geval dan mijn vrienden, omdat elke keer dat ik online met hen speelde, won ik. En vooral ook in Call of Duty deden we altijd met vrienden uit de klas en dat won ik meestal. En ook als ik met mijn broer speelde, dan ja, ligt eraan welke spellen, maar de schietspellen die won ik meestal wel, ja. Nou, ik ben begonnen met YouTube omdat Star Wars was toen net uitgekomen en ik wilde er meer van zien, het Star Wars spel in ieder geval. Ik wilde er meer van zien en meer van weten en ik wist niet precies hoe dat moest. Dus toen ging ik op YouTube opzoeken, alleen ja, het stond gewoon nog niet op YouTube. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik laat gewoon mijn beste kant zien. Ik laat een beetje zien hoe het moet en zo, wat ik denk dat goed is. En dan zet ik dat gewoon op YouTube. En ja, dat werkte heel goed. Op YouTube heet ik Velo. Ik heb zojuist 15.000 subscribers gehaald. Op mijn kanaal laat ik voornamelijk Star Wars Battlefront 2 video's zien. Dit zijn meestal wat professionele, wat pro gameplays zeg maar. En wat epic moments. En soms ook wel wat grappige momenten tussendoor. Maar het kanaal gaat voornamelijk over de gameplay. Dus puur het spel zelf. Ik was vroeger nog geen fan van Star Wars. Een hele goede vriend van mij die wees me erop dat ik het echt een keer moest gaan kijken. Want hij wist zeker dat ik het wel leuk vond. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat was tegelijkertijd met dat het spel uitkwam. Dus dat heb ik gedaan. En ja, ik werd er echt een enorme fan van in één keer. Nou ja, hoe je het ook bent of keert, games zal altijd een groot onderdeel van mijn leven zijn en blijven.